Hoe maak je van een schrijver een superheld? Leerlingen van 6 Limburgse basisscholen gingen met deze opdracht aan de slag. Vandaag de Stadsschool Sittard. Wie was ook alweer Pieter Veller? Pieter Veller. Een schrijver, oké. Maar waarom moeten wij eigenlijk Pieter Veller tot superheld maken? Wat en waarom? Omdat hij geen kan schrijven. Wij gaan nu naar boekhandel Krings. We gaan daar jullie wat dingen vertellen over de schrijver Pieter Veller. Omdat hij hele leuke boeken heeft en die moeten ze lezen. Ja. Ja? Heb jij ze allemaal al gelezen? Nee. Niet allemaal, maar ik heb er wel al uit een paar gelezen. En ik ken er wel al een paar een beetje. En ze zijn wel heel erg leuk, moet ik zeggen. En de juffrouw leest erom zoiets voor. We gaan van Pieter Veller een superheld maken. Ja, wij wisten van tevoren niet welke schrijver we zouden krijgen, dus dat was al heel spannend. En toen hebben we Pieter Veller gekregen en het is de bedoeling dat wij hem bekender gaan maken, in ieder geval in Sittard en omgeving. En vooral wat de kinderen ervaren over Pieter Veller, hoe zij hem tot nu toe vinden en wat ze zo leuk aan hem vinden. Dylan, wat heb je bij je? Onze jouw. En wat staat erop? Pieters naam wordt niet vaak genoemd, daarom maakt de stad zo hem beroemd. Wij van CSA zijn heel blij met zo'n schrijver zoals hij. Yeah! En ik merk nu we er wat meer mee bezig zijn, dat het echt wel bij ze begint te leven. Hij schrijft al 14 jaar. Nee, 17 jaar volgens mij. Sinds 1993. Schrijft kinderboeken en ook thrillers. Ja, Pieter Veller, hè? Weet u wie Pieter Veller is? Ja, u kent Pieter Veller? Ja, ik heb boeken nu aan de gang. Ah, maar nog nooit gelezen? Nee, dat ligt niet mijn... Niet het genre van u? Nee. Misschien voor de kleinkinderen? Ja. Je blijft hem promoten, hè? Natuurlijk, ja, dat moet toch ook. We moeten hem tot held maken. Net al wat eerder zei, niet alleen binnen onze school, maar gewoon binnen heel Sittard en omgeving. Het leukste aan lezen vind ik dat je dat er dan spannende verhalen in het boek staan en dat je dat dan dat het dan soms net lijkt of je in dat verhaal zit. Ja, dat vind ik wel het leukste aan deze. Hi. Hallo. Jullie willen graag alle boeken van Pieter Veller. Jullie willen graag alle boeken van Pieter Veller? Ja. En waarom willen jullie dat? We gaan hem beroemd maken. Jullie gaan hem beroemd maken? Dan kan iedereen het zien in deze winkel. Een goede plaats dat iedereen het kan zien in het midden. In het midden. Ik zal ze even gaan halen, dan mogen jullie er iets moois van maken. Okay, ja? Ja, oké. Okay. Dit zijn ze allemaal die ik op dit moment hier heb. Nou, en dan mogen jullie er wel mooi van maken. Zullen we als je op tafel? Nee, die jouw ik ga het hoe we ze het beste kunnen doen? Ja, ze het beste neer kunnen zetten, zodat mensen het zien. En is dit de ideale opstelling? Ja. Zijn we het er allemaal over eens? Ja! Oké, wat blijft er dan nog over, de? Pieter Veller's naam wordt niet vaak genoemd, daarom maakt de stadsschool hem beroemd. Wij van 6A zijn heel blij